Hallo. Wat zouden jullie doen moest je hier op een festival worden afgewezen? Eens hebben we een tent gaan kruipen en gaan wenen. Wenen in een hoekje. Drinken en op een ander gaan. Wegrennen. De volgende zoeken. Ja, ik krijg gewoon een slappe laag. Zoals nu. Zoals nu. Ik zou gewoon nog niet proberen, maar door dat word je niet afgewezen. Wij worden niet afgewezen op een festival. Ik ben daar gewend. Sinds Ed Sheeran zijn de rosse mensen veel aantrekkelijker geworden. Ik heb dat ondervonden. Even zijn op drinken, kinderen. Met de maten in een gaan botten. Ik zou echt los naar mijn tut gaan. En ik ga gewoon met een bar sleuren. Gaat u dat er bovenop helpen? Je weet het niet totdat je het probeert, hè, bakkertje. Wat zou er dan gebeuren in die tent? Wenen totdat ik er weer neerval. Is niet dit. Nee, dat niet. Sowieso niet. Ik zou iemand anders even binnen doen, zo om jaloers te maken. Niet doen. Ja, niet. Dat is echt een vuile streek, dat doe je niet. Ja, maar gast, diegene heeft me afgewezen, dus ja. Doen ze dat in Holland? Ja, in Holland wel. Ja. Hier in die. Of schuren of zo met iemand anders. Mee naar mijn tent nemen toch. Toch nog gewoon meesleuren. Ja. Ja, ja, zeker wel. Spuren. In het gezicht. Ja, dat is wel vaak. Kun je gewoon met me geven of zo, zoiets. Heel klassevol. Ja. Er zijn heel veel houtvissen, maar er is maar één snoek. En die snoek moet je kunnen pakken. Met de juiste aas. Heb je een liefje, Jasper? Ik heb geen liefje. Ah, ga je met mij op date gaan? Wat als ik je nu afwijs? Wat doe je dan? Opnieuw proberen. Dat kan mij niet schelen, want ik heb toch al een lief.